het is nou net 11:45. Het is vandaag 28 november. Ja. Ik ga wel lekker even kani crossen en met mijn meisje. Ja. Ik kan jullie dus nou even helaas niet meenemen. Want mijn mannetje die gaat boslopen. Dus jullie zullen het even zonder beelden moeten doen. Maar als ik terug ben, dan ben ik ook weer terug bij jullie. Nou, het is 1:03. Ik ben nu net ook ongeveer 3 minuten thuis. En ik ga zo meteen eventjes, even achter dingen aanbellen. Zoals beloofd en voor mijn oma eigenlijk. Stiefoma, ja. Het klinkt allemaal zo anders, hè. Althans je iedere keer zegt stief. Dus het is gewoon oma. Even dingetjes achteraan gaan en dan even kijken hoe dat gaat worden voor informatie wat ik allemaal weer los kan peuteren. Dus dat ga ik toch weer even proberen te doen. En voor de rest eventjes hier in huis weer even bezig. Want ja, ik ben lekker bezig met mijn meisje om eventjes in de kani crossen. Wat jullie dus wel gisteren weer hebben kunnen zien in mijn video van 4 uur. Ja. En ik heb toch gewoon besloten om gewoon lekker door te gaan en met opnemen. Maar ik zit met een probleempje. We gebruiken dus nu Videopad bij NCH Software. Maar hij hapert continu. En we zijn eigenlijk benieuwd van wat gebruiken jullie als editprogramma voor jouw video's. Dus ik zou zeggen, zet dat eventjes hieronder in de comment. Want dan weten we dat. Misschien dat we even kunnen kijken van... Ja, dit is dan wel een gratis versie. Dus misschien dat jullie weer tips of tricks of wat dan ook hebben. Dus ik zou zeggen, vergeet dan even sowieso niet eventjes een reactie hieronder te plaatsen. En dan gaan we even kijken wat we ermee kunnen doen vanzelf. Ja. Ja, ik weet, die trap die staat in de weg voor in mijn beeld, maar... Dat is even gebruikt omdat ik hier ook wat moest ophangen. Ja, hier ook. Een hele rits, wat je kan zien. Allemaal balletjes, allemaal kistballetjes. Maar dat is allemaal alweer bijna leeg. Dus ik moet daar even batterijen voor gaan halen. Ja. Nou ja, hij duurt alweer te lang. Dus voor mijn gevoel. Dus ik ga nu even bellen. En dan kom ik weer zo meteen bij jullie terug. Nou. Ik heb ook wel weer goed nieuws nu, want nu kan ik het wel melden. Ja, wat ik al heel graag eigenlijk wou melden. En dat is dus dat Popcorn is bevallen van 6 reutjes. Dus helaas geen teefje, nee. Want ik had er eigenlijk een beetje gehoopt op teefje. Maar nee, het is een reutje. Dus ik ga gewoon eens een keertje binnenkort kijken en voor een reutje erbij. Nou, ik eigenlijk niet, maar hè, het komt hier wel af en toe oplossen. Ja. Dus nee, maar dat wordt leuk, dus dat wordt gezellig. Dus ik ga toch kijken voor een reu, om even te kijken of het klikt, et cetera, en of het leuk is. Maar dat komt helemaal goed. Ja, dat komt wel goed. Dus, Oreo is papa, dus gefeliciteerd mama Popcorn en Oreo papa en de baasjes gefeliciteerd. En ik kom zo snel mogelijk kijken! Ja, tuurlijk, ja. Dus nee, ik heb ook weer even dingen gebeld om even achter dingen aan te gaan waar ik even achteraan zou gaan. Maar helaas, het heeft ook niet mogen helpen. Dus ja, en mijn moeder en die heeft weer een telefoon aan de praat kunnen krijgen. Dus ook weer daar weer trots op. En ik heb mijn moeder even aan het huilen gemaakt. Ja. Dus dat zit ook weer eventjes in de planning. Dus ja, we gaan er gewoon weer voor. Ik ga zo meteen weer wat op de brievenbus doen. Ja. Want daar was ook de gemeente weer even aan het zeuren. Want daar kreeg ik ook al een post over. Ja, we hebben u wat opgestuurd, maar u heeft nog niks ingevuld. Dus, en als u het al op heeft gestuurd, en dan kan u deze brief als, als niet beschouwen al ervaren. Ja, ik doe hem zometeen in de bus. Ja, ik doe hem zometeen in de bus. Ja.
Dus ik ga zo meteen even schoentjes aan doen. En als mijn mannetje klaar is, dan ga ik richting het winkelcentrum lopen. En dan ga ik dat in de bus doen. Dan ga ik gelijk mijn medicijnen halen. En dan morgen waarschijnlijk even. Morgen, dus dat is voor mij morgen, dat is dan de 29e. Even bloed prikken, dus dat is dan voor jullie overmorgen. Ja, gezellig. Ja, top. Dus we zo blijven een beetje bezig. Zo, het is een beetje donker nu, maar mijn schatte patat, die ligt hier gewoon in de weg. Maar ze mag hier altijd wel liggen, dat weet je. Maar als ze maar niet in de weg gaat liggen als we aan het koken zijn. Dus ik kan hier gewoon er makkelijk bij. Hey! Hey! Andere lekker ding. Oh, ja, met knoflook bezig. Mooi. Twee teentjes, geen hele knoflooken. Voor de kip. Oeh, dat ziet er lekker uit. Ja. Het lijkt dat het lekker is. Nou, er is al bijna een hele... Daar hebben we ook nog cherry tomaatjes. Schat in die emmer. Speen. En de oven staat op aan. En dan hier een pan. En de rest dat zijn jullie straks. Maar we gaan eerst nu eventjes met de kip doen. Ja. Kip, knoflook. Wat zei je nou? Kip, knoflook. Ja. Cherry tomaatjes. Ja. Een beetje garderen. Ja. Dit is niet helemaal kosher meer. Het is alleen maar een beetje voor de smaak niet om op te eten. Ja. En je weet ook hoe ik het van de week deed? Nou, dan pak je eerst even hier, dan pak je hier even zo'n klein stukje vanaf. Die doe je gewoon zo. Ja. Yeah. Die doe je er gewoon gelijk op. Kijk. Eventjes er lekker overheen. En dan maak ik die ook gewoon weer even kapot. Ja. Ivo, stinkt een beetje de oven. Nee, ik ging hem ruiken. Ach. En wat heb jij vandaag gedaan, lieve schat? Postgelopen. Oké, en hoe was dat? Het was geweldig. Ik heb 2 weken gehad. Ja? Alleen de post was een beetje door elkaar heen gesorteerd. Dat is wel jammer. Ja, dat is een beetje jammer, ja. Dus dan moet je weer heen en weer lopen en dat schiet niet. Mag wel nog wat meer, hoor, schatje. Nog meer? Ja, nog wel meer, hoor. Okay. En je mag het ook gewoon in kleine schijfjes maken. Continu. Of moet ik? Nee, dat kan er gewoon bij. Hè? Het is meer als we helemaal beschimmeld. Nou ja, dat kan. Wel nee. Mag ik even een beetje doen? Dat vind ik Heerlijk. Leuk. Maar als je nou gewoon even die, want anders kan ik het niet overnemen, schat. Mogelijk. Hebben we daar een handdoekje? Ja. Is dat zo? Ja. Ja. Hold. Dan ga ik eventjes namelijk sneden. Dat vind ik ook leuk. Yummy. Ja, dat is inderdaad yummy. Kijk, want jij vergeet nou deze erbij nu. Die afval. Ja, dat maakt niet uit. Doe hem gewoon er nu weer even bij. Want omdat hij al wel open is geweest. Nou, ik heb gewoon weer wat lekkerder. Oké. Zo, hartstikke idee. Kijk hoe klein je maakt, hoe lekkerder het wordt. Okay. Voor de volgende keer, dan weet je dat ook weer. Een beetje sap eroverheen, lekker. En heb je hem ook losgemaakt? Nee. Ik heb touw eruit. Is dat zo? Ja, goed zo! Knappe jongen. Ja. Knappe jongen. Een taartje ook meedoen? Nee. Maar niet? Nee. Lekker? Nee. Okay. Nee. En dan denken mensen van waarom in vredesnaam bel je eigenlijk een cherry tomaatje uit? Nou, dat is gewoon heel simpel. Dan krijg je er weer wat meer smaak op. Ook hier zitten vitamines in en zoals ijzer zit hier al in. Kijk. Moet je over het pootje heen, daar overheen en omhoog.
maak deze gewoon lekker op gelijk of je die. Hele. Ja. Oh, het stieke idee. Zo. Daar. En ja, we hebben gisteren ook een beetje kip gehad, maar dat was laat op de avond. Heel laat. Want zoals jullie wel hebben gezien gisteren op de vlog, is mijn oma gisteravond, 7:10 overleden. En mijn stiefoma, nogmaals. Dus ja, dat is eventjes pittig. Maar we gaan gewoon door met vloggen. Ja, we gaan gewoon door. Want dat is onze passie. Precies, en ik was mijn logeehondje aan het wegbrengen, dus ik was er niet. Het was laat weer thuis. Jet. Mag je wel even erbij, schatje? Tuurlijk mag dat. Je mag er ook wel bij. De poes wordt weg, ja. Altijd. In één keer raak. Niet waar. Je wilt niet op de hand gooien. Altijd. En dan gaat het dus nu. Ja, mam, ik weet. Ik heb er overal wanten ervoor. Maar ik heb daar nu even geen zin in. Doe het gewoon lekker zo. Hartstikke idee. Hola, die. En nu is hij dus de oven in. En dan gaan wij soep maken. Ja. Keuken uit nu. Klaar. Broccoli soep. We beginnen met het snijden van de uien. En daarna wordt de broccoli in roosjes gesneden. En dan olie in de pan. Uien en broccoli erbij. Even laten doorsudderen. Maar dat zien jullie straks wel. Wat en wat mijn vriendje dus net zei, ik ben dus nu even bezig met uien aan het snijden. En daar neem ik jullie even een beetje nog in mee. Yep. En mijn vriendje die kan niet tegen uien, dus hij zit nu eventjes in de woonkamer. Ook niet erg. Doe ik het gewoon even. Ja toch. Je moet met elkaar alles delen. Ja toch, niet dan. Ja. Vind ik van wel. Zo, dat is uitje 1. Doe nog even een uitje. En als ik hiermee klaar ben, dan zien jullie dat weer vanzelf. Nou, ik ga nu de broccoli eventjes snijden. Dit is nog het kontje van de vorige keer. Maar die gaat ook gewoon naar mee. Dan denken andere mensen, ja, maar dat hoeft, dat is niet lekker. Dat proef je helemaal niks van. Want de vorige keer heb ik dat ook een heel stuk gedaan. Dus dan doe ik dat dus nu helemaal. En ik heb ook aardig wat uien. Dus nou, dan mag het wel, toch? Jawel. Soep, jongens. Heerlijk. Lekker gezond. En toch lekker groente. En zo moeilijk is dit niet. Net zoals mijn moeder en die denkt en dat ze zelf een kippenbouillon moet maken. Dat is helemaal niet waar. En gewoon zo'n bouillonblokje erdoorheen. Heb je het ook. Ja. Maar dat laten we zo meteen wel zien. We nemen jullie nou even helemaal mee in het hele proces wat we dus nu gaan doen met de broccolisoep. Dus de mensen die wij hebben genomineerd en voor de broccolisoep, die weten precies dan hoe ze dus broccolisoep kunnen maken. Ja. Dus, dan heb ik daar nog zand en een hele
broccoli. Dus die ga ik ook zometeen eventjes snijden. Moet ik uitkijken voor mijn eigen vingers zelf. Dat ik die dus niet kapot snij. Dat gebeurt mij wel eens met deze mesjes. Dus ik ga nog deze drie plakjes even doen. En dan ga ik deze nog even helemaal erbij snijden. En dan zien jullie zometeen wat we zometeen nog meer gaan doen. Lijkt mij zo, toch? En wat zouden jullie met, wij zouden ook wel eens een keer iets anders willen proberen. Dus heb je een gerecht en je denkt van, nou, we willen dat eens een keer hebben dat jij dat maakt. Gewoon ons nomineren en we gaan het gewoon proberen. Kijk, het ruimt ook nog mensen. Gewoon proberen en nomineren. Ons nomineren, dan gaan wij het weer proberen. Ja, het ruimt ook allemaal lekker op elkaar. Dus, ja. En schroom niet om het gewoon te doen. Want daar schiet we helemaal niks mee op. Kijk. Zo. Zo. Hartstikke idee. Kijk. Ja. Nou, een hele mooie staafmixer. Die heb ik ook van vorige week nieuw gehaald. Omdat mijn eigen normale hele set is verbrand. Dus ja. Dus toen kwam ik er niet aan om dus een nieuwe te halen. Die heb ik dus nu. Dat heb ik jullie ook laten zien. Maar ik laat hem straks nog een keertje zien. Bij de blokker voor 15 euro. Dus ja. Dus ja, lekker bezig. Nou, ik zou zeggen, blijf kijken. Nou, ik heb de uien en de broccoli gesneden. Hij kan totaal niet tegen uien, want dat vindt hij niet leuk. Maar dat vind ik ook niet leuk. Maar ja, dat moet wel gekookt worden. Dus ja, ik ga nou hier deze olijfolie erin doen. Ja. En een vrouw die kan alles, hè, zeggen ze. Ja, een vrouw kan alles. Doe ik hier al in de pan. Olijfolie. Ja, een lekker scheutje. En dan mag hij dat wel lekker weer opdraaien. En dan ga ik het gas even aandoen. Ja. Nou, de gas is aan wat jullie nu wel zien. Ja. Dus dat moet eventjes even wel lekker warm worden. En dan gaat dat er zo meteen in, die hele berg. Dus daar wachten we nog eventjes op. Nou, de olie is bijna lekker warm en verhit. Dus ik ga dat zo meteen, die hele dingetjes. Even kijken waar ik jullie neer kan zetten op dit moment. Ja, dit gaat dus nu daar al hier in de pan. Ja. Kijk, dan hoor je het lekker knetteren. Ja. Kijk. Lekker aanspruiten met je handen. Ik wil graag van jullie ook weten of nog dit ook een hele goede plek is waar ik dus mijn camera nu neer heb gezet. Dus schrijf het ook alsjeblieft eventjes onder in de comment. Kunnen we daar ook weer voor de volgende keer rekening mee houden. Om dus het nu op deze plek neer te zetten, want ik kan jullie wel nog een graadje hoger doen als ik zou willen. Ik zal dat wel eens even gelijk proberen. Ja, ik ga het gelijk even proberen. Wat is het idee? Hola die. Zo, ik ga het gelijk maar even doen. En zo, weet ik of jullie het dan nog zien.
Ja, kijk, jullie zien het nog. Kijk, en dan wil ik ook even iets wat meer, weer, wat meer in beeld, volgens mij. Kijk, de laatste er nog even in. Yep. Dus dit wordt een hele lekkere gevulde soep, want de vorige keer had ik niet zoveel. Nee. Had ik helemaal niet zoveel dan wat ik nu heb, want toen had ik een half pannetje en nu heb ik een heel, een vollere pan dan wat ik nu heb. Ik heb dus nu een vollere pan dan wat ik vorige week had. Zo. Kwam er even niet uit. Dat maakt niet uit, geeft niet. En als we het bouillon bedoelen we dus deze bouillon. Ik zal het even beter in het licht houden. Dit zien jullie niet. Nee. Kijk, bouillonblokjes. Dit zijn dus bouillonblokjes. Dit is dan nu wel van de Albert Heijn, maar Hoogvliet heeft ze ook. Co-op. Deka heeft ze. Welke winkels hebben we nog meer? Plus. De plus, ja. Gewoon eigenlijk elke winkel heeft ze wel. En dan heb je ze kip in de kipvorm. Dan heb je ze nog in de visvorm. Kijk, we hebben hem ook nog in de visvorm. Maar die doen we nou niet. We doen nou lekker gewoon kip. Veelzijdige stukje vlees kip doen we dus nu. Dus ik kom even nou niet op die andere naam. Nee, precies. Ik ga dus nu een bouillonblokje erdoorheen bij doen. Dus geen eigen gemaakte bouillon. Nee, een bouillonblokje. Die ga ik gelijk een beetje breken. Ik doe er twee in. Twee, inderdaad. Ik heb hier er nog een. Ja. Ik weet niet of ik heel donker ben. Ik zal eens kijken. Volgens mij niet. En mijn mannetje die vroeg al net van hoeveel water moet je hebben. Eén ding. Ik doe alles op gevoel. Ik doe nooit alles afwegen. Nee. Dus wil je het wel afwegen met dit, dan is het een liter. Maar ik doe altijd alles zelf een beetje improviseren. En nou doe ik er dus water bij doorheen. Daarom zei ik al, ik doe alles improviseren, mensen. Ik ga nooit iets van internet zo helemaal overnemen. Heb ik de vorige keer ook niet gedaan. Dus dan doe ik dat nu ook niet. Want je kan broccoli soep op heel veel manieren maken. Net zoals met shallotjes. En ik doe het gewoon met uien. Dat vind ik toch wel qua smaak lekkerder. Op de een of andere manier. Dus ja. Hartstikke mooi. Ik doe jullie even hier alweer naartoe. Ja, dat vind ik leuk, grappig. En wel. En dan zien jullie ook tenminste wat ik zeg. In plaats alleen maar de gasfornuis en mij maar tot de helft zien. Dus daar moeten we ook nog wat op gaan verzinnen. Hoe ga je vloggen in een kleine keuken? Ja. Hoe laat je alles een beetje zien? Ja, ik heb gewoon een hele rare L-vormer. En een L-vormige keuken, hè? Kom er niet uit. Nee, waarschijnlijk heb ik nog een beetje last van even mijn verdoving. Op een of andere manier, want ik kom er gewoon echt niet uit. Nee. Dus ja, dit laten we zo meteen even lekker een beetje doorkoken. Hartstikke mooi.
En als dit is gekookt na 10 minuten, dan weet ik niet wat dan. Nee, eigenlijk. Ja. Ik ben een beetje sprakeloos vandaag. Ja, waarom weet ik niet? Ja, nou, weet ik niet. Dan weet ik wel, want ik ben moe. Want ik ging om 3:30 naar bed. En toen werd ik weer om 6:30 wakker gebeld dat er een hond aan het bevallen was. Ja. Dus dat was wel eventjes. En sindsdien heb ik ook niet echt helemaal meer geslapen. Een beetje alleen maar een beetje telefoon kijken. Van hoe laat het eerste puppy er was, tweede puppy er was, derde puppy. Ga zeg maar door. Dus ja, dan ben je gewoon alleen maar en gefocust op en op de telefoon. Dus. Ach ja. Komt ook allemaal wel weer goed. En morgen 10:30. Dus woensdag. Ja, de woensdag de 29e. Krijg ik weer om 10:30 bezoek. Ja, mijn ventje die staat een beetje naast me. Hij wil waarschijnlijk niet in beeld, ik weet het niet. Tuurlijk, oh, toch wel. Dat is mooi. Ga je gewoon op je vingers kijken. Dat is fijn. Dat is mooi. Dat is goed. Ja, is goed. Nee, wat ik dus al zei, ik doe alles op gevoel. En ik doe nou gewoon nog eentje erbij. Want mijn ventje die vond het al een beetje raar. Waarom doe je alles op gevoel? Want dan heb je altijd wat meer. Dat vind ik leuk, op een of andere manier. Dus ik doe nou nog even één bouillonblokje erbij. En dan is het 10 minuten even koken. En dan zo meteen blenderen. Ja, blenderen. Ja, ik ga dus nu eventjes met de staafmixer bezig. Wat? Met die wazig? Die dacht ik. Oké. En dat kan een beetje herrie maken, dus we blijven eventjes online. Ik heb hier de soep al helemaal klaar. Kijk, er komt er toch warmte vanaf. Maar nu ga ik een crème fraîche doorheen doen. Dus die gaat even open. En dan mag hij weer even filmen. Want hij stond weer in één keer heel ver af. Helemaal niet nodig. Lepeltje, crème fraîche doorheen. Hij vindt crème fraîche ook weer helemaal niks. Maar dat proef je lekker niet. Kijk, gaat gewoon alles doorheen. Waarom? Crème fraîche bindt. En omdat we even iets meer soep hebben, kun je ook even alles er doorheen pleuren. Dan vindt iemand leuk om achter katten aan te gaan. Ja, vindt ze leuk, blijkbaar. Nou, en dan ga ik zo meteen weer blenderen, mixen. En met de staafmixer. Kan weer zometeen een beetje herrie me geven. Ja. En dan gaat mijn mannetje vandaag eens even lekker vanavond even editen. Dan heb ik even lekker een dagje vrij met editen. En dan kan hij eens een keertje zelf kijken hoe dat dit programma nu is. Ja. Soep een beetje een mooie kleur krijgen.
Nou, de soep is klaar. Zo ziet het eruit. Met een beetje peterzeele erop. Alleen dat lust mijn ventje er niet, dus die krijg ik weer. Kippetje erbij. Ja, en dan krijg ik zometeen lekker het velletje weer van mijn ventje. Dat vind ik erg lekker. Ja. Ja, nee, dat mag je gewoon helemaal straks geven hoor. Strakjes zijn het gewoon lekker kluif, dat hou ik van. Maar hou het gewoon rustig aan, want je geeft nu gelijk in één keer te veel. Rustig even, niet allemaal tegelijk in één keer. Rustig aan. Ja, dat is even nu voor nu genoeg. Nee, zeggen. Ik vind kip lekker, maar ik heb al soep. Maar in één keer soep en dan iedere keer kip. Dan zit ik ergens op te dragen. Maar ik moet rustig eten. Maar hij wil me gelijk stampers vol gooien. Je eet toch altijd 3 keer, dus. Ja, maar ik hou nog wel eens over om nog weer, kijk nu, want jij houdt het dan om eigenlijk dan hier alles hier neer te zetten, hard te houden. Maar ik heb hier ook nog 2 katten, die vinden het lekker om dus aan eten te zitten. Dus als hij zo meteen klaar is met snijden, dan pleur ik hem weer eventjes in de oven. Dan wil je hem nog een beetje warm houden. Ja, dat doe ik dus. Beetje tactisch. Dus wij zeggen bij deze. Eet smakelijk. Eet smakelijk. Doe eventjes een blauw duimpje omhoog. Abonneer eventjes op ons kanaal. En laat altijd even een leuke reactie achter. En wij beantwoorden hem sowieso binnen 2 dagen. Ja. En ik zou zeggen tot de volgende keer maar weer. Laters.